Goedemiddag, broeders en zusters. Ik groet u allen in de naam van onze Heer Jezus. De vorige keer heb ik hier in Nieuwmeer gesproken over de beproeving van het geloof. Uit Jacobus 1. En vanmorgen wil ik met jullie spreken uit Jacobus 2. Over volmaakt geloof. Dus ik wil graag met jullie gaan naar Jacobus 2. Vanaf vers 12 tot en met vers 26. Jacobus 2 vanaf vers 12. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hem niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Nou, laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Nou, we lezen hier een tegenstelling. En als eerste denk je misschien dat het hier gaat over de tegenstelling tussen geloof en werken. Maar dat is niet zo. Het gaat hier niet over de tegenstelling tussen geloof en werken, maar over de tegenstelling tussen echt geloof en nepgeloof. Weet jullie wat dit is, kinderen? Jongens en meisjes, wat is dit? Een zaklamp. Nou, hoe weet je nou dat het echt is? Door hem aan te doen. Nee, doe het niet. Dus even naar binnen, even binnenkijken. Leeg. Ja, zo'n zaklamp is nutteloos. Die is leeg, nutteloos, waardeloos. Daar heb je niks aan. Stel je voor dat de stroom uitvalt 's nachts en dat je je zaklamp pakt en je hem aandoen. Ja, dat is waardeloos. Dus nutteloos, daar heb je niks aan. Weg ermee. Nou, zo zegt God, door middel van Jacobus, dat geloof zonder werken dood is. Dat is nutteloos. Daar heb je niks aan. Dat is nep. Zie maar in vers 26. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, je zou kunnen zeggen, een zaklamp zonder batterijen dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Hey, daar staat niet, zoals het lichaam zonder armen dood is. Kijk, want als je arm weer af is, dan kan je nog best wel leven. Het is beperkt, maar het kan. Maar als je adem weg is,
En dan is het fundamentele levenselement weg. Dus een geest, dat staat eigenlijk adem. Als de adem weg is uit een lichaam, uit het leven, ja, dan ben je dood. Nou, zo is het geloof zonder werken dood. En in Jacobus 2, vers 14 staat dat zo'n geloof ons niet zalig kan maken. Dat betekent niet kan redden. En dat gaat dan over de dag van het oordeel, want in dat vers ervoor gaat het over het oordeel. Dus zo'n geloof zonder werken, dat redt ons niet. Maar wacht even, Johannes 3, vers 16 zegt toch: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar wordt toch niet over de werken gesproken? Maar kennelijk zegt dat dus iets over dat geloof. Dat dit geloof in ieder geval niet bedoeld wordt door de Heer Jezus. En eigenlijk is deze lege lamp ook een beeld van ieder mens zonder God. Het licht is gedoofd. Het is leeg en zinloos zonder hem. Je mist je doel waarvoor je gemaakt bent. Dat is schijnen. En als je de zaklamp van je leven openmaakt, dan zie je niet alleen dat hij leeg is, maar dat hij ook fel is. Dat hij vol zit met onreinheid. Dat het ik in de plaats van God gekomen is. En daarom zegt Jezus ook in datzelfde hoofdstuk Johannes 3 tegen Nicodemus, dat een mens het koninkrijk van God niet kan binnengaan, tenzij hij wederom geboren wordt. Opnieuw geboren, een nieuw hart. En dat is wat God wil geven, een nieuw hart. En een nieuwe geest. En dat is het heerlijke nieuws. Dat is mogelijk voor iedereen. God wil dat een mens, dat wij mensen, alle mensen, opnieuw geboren worden. Dat is het evangelie. En hoe dan? Door bekering en geloof. Dat is wat is Johannes de Doper al predikte. En wat Jezus zelf predikte toen hij zijn bediening begon. Dat lees je in het begin van de evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekering en geloof horen bij elkaar. Als lege lampen moeten wij tot het licht komen. Afkeren van de duisternis en ons keren tot het licht. Dat staat ook in Johannes 3. Want daar staat dat Jezus als een licht in deze wereld is gekomen, maar dat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Dus je ziet hier dat wij als mensen niet alleen het licht verwijderd hebben uit ons leven, maar ook dat we een hekel hebben gekregen aan het licht. Want het licht maakt openbaar. En ieder mens van nature heeft daar een hekel aan. Want dan komen die zonnige dingen openbaar. En dan wil je het liefst eigenlijk wil je dat verborgen houden. Maar wij moeten tot het licht komen. En dat kan omdat het licht naar ons is gekomen. Het licht is in de wereld gekomen. Het licht is naar ons toegekomen. En daarom is het mogelijk dat wij tot het licht komen. We lezen in Psalm 139 dat hij ons doorgrondt en kent. Volkomen doorgrondt en kent. Helemaal alles. Wat je denkt zelfs. Dat begrijpt hij. Nou, mijn gedachten begrijp ik niet. Maar hij wel. Hij doorgrondt ons. Hij ziet ons. Hij kent ons. Maar de bedoeling is, dat staat ook in diezelfde psalm, dat we zeggen: Heer, doorgrond mij en ken mijn hart. Zie of er in mij een schadelijke weg is. Dat is bekering. Dat is dat je naar hem toe gaat. Dat je je overgeeft aan hem. Dat je zijn licht laat schijnen in je hart. Dat elk duistere hoekje openbaar komt. Dat het licht wordt. En dat je dan ook de zonde beleidt die openbaar komen. En dat je je daarvan afkeert. Dat is tot erkenning van de waarheid komen. En dat is toch wat
wat hij zegt, dat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat alle tot erkenning van de waarheid komen. Dat wij onszelf gaan zien zoals God ons ziet en dat wij God zo gaan zien zoals hij is. En dan vergeeft hij en hij reinigt. En hij maakt volkomen nieuw van binnen. En hij geeft een nieuw hart. En een nieuwe geest. Kijk eens wat er dan gebeurt. Hij schijnt. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Dat is echt geloof. Geloof dat het doet. Geloof dat werkt. Geloof dat zichtbaar wordt. Geloof dat hem zichtbaar maakt. Want dat licht, wat dan straalt van ons uit ons binnenste, dat is hemels licht. En dat verheerlijkt de Vader, want daar komt het licht vandaan. Jacobus die legt in dit hoofdstuk, en eigenlijk in heel deze brief, want deze brief is eigenlijk dit stuk wat wij nu gelezen hebben, is eigenlijk de kern van heel de brief van Jacobus. Die legt de nadruk op wat je doet. En dat is eigenlijk net als de Heer Jezus. De Heer Jezus deed dat ook. Vele voorbeelden in de evangeliën zien we dat. Hij was wars van huichelarij en van fariseïsme. Gaat u met mij kort even naar Matteüs 25. Als u Jacobus even bijhoudt. Met uw vinger. Matteüs 25. Dat is een heel aangrijpend stuk over het laatste oordeel. Matteüs 25 vanaf vers 31. We lezen daar dat in vers 31 dat de Heer Jezus zelf zegt dat wanneer de Zoon des mensen, dus wanneer hij terug zou komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dat hij dan zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt me eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u honger gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, heeft u dat voor mij gedaan. En dan geldt voor de linkerkant het tegenovergestelde. Maar het gaat om wat we gedaan hebben. En net hoorden we dat het ging over geloof, dat we over wedergeboorte. Zonder dat we wederom geboren worden, kunnen wij het koninkrijk van God niet zien. En hier zegt Jezus, kom binnen, gij gezegende des vaders, en beërf het koninkrijk dat voor u bestemd wordt. Waarom? Omdat u die zes dingen allemaal gedaan hebt. Dus dat komt kennelijk. Bewijs dat, de wedergeboorte. Deze werken komen voort uit het geloof. Maar dit is zo ernstig. Hoe gaan wij met zijn broeders en zusters om? Hij zegt hier mijn broeders. Hij heeft het dan niet over onze broeders en zusters, maar over zijn broeders en zusters. Hoe gaan wij
met elkaar om. Want wij zijn broeders en zusters van Hem. We lezen in Galaten 6, vers 10 dat wij goed moeten doen aan allen. Maar in zonderheid aan de huisgenoten van het geloof. Dat is barmhartigheid bewijzen. Je bewijst barmhartigheid. Je bewijst dat jij barmhartig bent. We lazen net in Jacobus 2, vers 15 en 16. Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hem niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Dit is echt ernstig. Wij bewijzen onze barmhartigheid. Wij bewijzen dat ons barmhartigheid is bewezen, doordat wij zelf barmhartigheid bewijzen. Nog een keer. Wij bewijzen dat ons barmhartigheid is bewezen, doordat wij zelf barmhartigheid bewijzen. Hoe functioneert dat bij ons? En het bijzondere is dat Jezus dat in de bergreden nog eigenlijk omdraait. Net als in het gebed dat hij ons leert, waar Naomi het net ook over had. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Dus de vergeving die wij ontvangen bij de Vader, wordt daar afhankelijk gemaakt in hoeverre wij onze naasten vergeven. En dat zegt hij ook in de bergreden. In Matthäus 5, vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Dus dan is het eigenlijk niet eens het bewijzen van de barmhartigheid die ons gegeven is. Maar andersom, zegt Jezus het. En dat is natuurlijk dezelfde zaak. Maar hij legt de nadruk weer op doen. Als wij geen barmhartigheid bewijzen, dan zal ons geen barmhartigheid worden bewezen. Wij zullen toch niet lijken op die onbarmhartige knecht waar Jezus over spreekt in Matthäus 18. U kent dat wel, dat verhaal van die man die werknemer, die 10.000 talenten wordt kwijtgescholden. 10.000 talenten. Ik heb het even nagezocht. 1 talent is de hoogste Griekse geldeenheid in die tijd. 1 talent, dat was 6.000 daglonen. Dus dat is 20 jaar werken. 1 talent. Maar dat is niet 1 talent, 10.000 talenten. Dus dat was evenveel als 60 miljoen daglonen. 200.000 jaar werken. Dat is een beeld van hoe groot God ons, hoeveel God ons vergeven heeft in Jezus. Dat vind ik zoiets ongelooflijk groot. Dat Jezus ons hier laat zien hoeveel ons vergeven is. Hoeveel ons barmhartigheid is bewezen. Maar dan komt die man, die komt daar een broeder tegen. Een medearbeider. En die is hem 100 penningen schuldig. Nou, 100 penningen, dat was, geen 100 penningen. Nou, in ieder geval kwam dat neer op 100 daglonen. 100 daglonen. Tegenover die 200.000 jaar daglonen. En dan ziet hij hem en dan zegt hij, betaal mij wat je schuldig bent. En dan gooit hij hem in de gevangenis en dan zegt hij, je moet net zo lang blijven totdat je de hele schuld betaald hebt. Barmhartigheid bewijzen. Onze barmhartigheid bewijst of ons geloof echt en ons geloof zaligmakend is. Of wij een reddend geloof hebben. Wees barmhartig gelijk uw Vader barmhartig is, zegt Jezus. Maar er zijn ook vele mensen op deze wereld die het volgende zeggen en dat ook geloven en dat ook doen. In Matthäus 25 staat dat Jezus ons zal oordelen op grond van wat we gedaan hebben. En hij zal de mensen scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Dus we moeten hongerigen te eten geven.
dorstigen te drinken geven, naakte kleden. We moeten de vreemdelingen gastvrij onthalen. We moeten de zieken bezoeken en bij de mensen in de gevangenis komen. Want dan ben je een rechtvaardiger, zegt Jezus. Maar dat is natuurlijk een grote misleiding. Dit is waar het katholicisme op gebaseerd is. Miljoenen die zich christen noemen, houden zich op deze manier een verkeerde rechtvaardigheid voor. Want Jesaja 64 zegt dat wij al onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed zijn. Wij kunnen niet zelf onszelf rechtvaardigen voor God, door wat wij ook maar doen. Want geloof zonder werk is nutteloos, maar werken zonder geloof is ook nutteloos. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je bij die lege zaklamp hier nog zelf lampjes op gaat maken. Zodat die schijnt. Maar dat komt dan niet van binnenuit. Je bent dan niet gerechtvaardigd van binnenuit. Onze werken maken ons niet rechtvaardig voor God. Onze werken zijn geen grond voor onze rechtvaardiging, maar een gevolg van onze rechtvaardiging. Jacobus is in dit hoofdstuk eigenlijk met een denkbeeldig iemand in gesprek. Dat zie je in vers 14. Wat voor nut heeft mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft. En hij is met die denkbeeldige persoon in gesprek. Zo ook in vers 18. Nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Dus hij trekt eigenlijk het geloof en werk uit elkaar. Er is iemand die geloof heeft en er is iemand die werk heeft. En dan zegt Jacobus als antwoord, laat mij dan uw geloof zien. En er staat hier uit uw werken. Maar in verschillende vertalingen staat daar, laat mij dan uw geloof zien zonder uw werken. Los van uw werken. En ik denk dat dat een betere vertaling is. Jacobus zegt als het ware tegen die denkbeeldige persoon, laat mij dan uw geloof zien los van de werken. Jezus, ik heb werken, nou doe die werken aan de kant. Wat is dan uw geloof? En zegt Jacobus, dan zal ik u uit mijn werken mijn geloof bewijzen, laten zien. Demonstreren, aantonen. Dus hij houdt het bij elkaar. Geloof en werken zijn niet los verkrijgbaar. Dat is hetzelfde als, eigenlijk is het één munt met twee kanten. En meisjes en jongens, als jullie op straat wat geld vinden, stel voor je ziet een 2-euro munt liggen. En je pakt hem op en je denkt, hé, dat is raar, dat is veel lichter. Wat doe je dan? Dan draai je hem om. En denk je, oh, het is een neppe. Helaas. Dat is eigenlijk wat Jacobus hier aan het doen is. Hij is die munt aan het omdraaien. Iemand zegt dat hij geloof heeft. Maar waar zijn dan de werken? Want de werken horen onlosmakelijk bij het geloof. Het zijn twee kanten van dezelfde munt. Volmaakt geloof. Ik heb dat uit vers 22, waar we zien dat Abraham, dat het geloof van Abraham door de werken volmaakt is geworden. Daar heb ik dat van. Volmaakt geloof. Maar wat is volmaakt geloof? Dat is levend geloof. Geloof dat aan de buitenkant zichtbaar wordt. Wat tot uiting komt. Dat is één, geloof dat door de liefde werkzaam is. Paulus zegt dat ergens in Galaten. Geloof dat door de liefde werkzaam is. En ten tweede, een geloof dat zich uit in gehoorzaamheid. En die twee dingen, dat het door de liefde werkzaam is en dat het zich uit in gehoorzaamheid, die komen allebei terug in Jacobus 2, wat we gelezen hebben. Het eerste stuk wat we nu behandeld hebben, is eigenlijk dat het door de liefde werkzaam is. Die barmhartigheid. Daar uit het zich in. Waar geloof. In het stuk waar we nu nog voor staan, vanaf vers 19, gaat eigenlijk ook over de gehoorzaamheid. Dat het zich uit in gehoorzaamheid. Want we zien in vers 19, u gelooft dat God één is en daar doet u goed aan, maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Dus de Satan gelooft ook.
alle atheïsten ten spijt. Satan gelooft in God. Hij gelooft dat God één is. Net als deze man die, waar Jacobus mee eigenlijk aan het praten is, denkbeeldig. Een Joodse man. Hè, wat, hoor Israël, de Heere onze God is één, het Shema, in Deuteronomium 6. Dat was de belijdenis. Nou, dat geloofde Satan ook, dat God één is. En nog veel meer. God gelooft dat de Satan de aarde gemaakt heeft in 6 dagen. God gelooft dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor onze zonden. Satan gelooft dat hij verslagen is daar aan het kruis. De Satan gelooft dat als wij in Christus geloven dat wij gered zijn. Weet je, de Satan gelooft nog veel meer als wij. Want hij kent de Bijbel nog veel beter als wij. En hij siddert. Maar uit zich dat in liefde werken. Uit zich dat in gehoorzaamheid. Nee. Hij is ongehoorzaam en liefdeloos. Vol van haat. Dus zijn geloof uit zich niet in werken. Wilt u uw geloof eens spiegelen aan het geloof van de demonen? Zijn we veel meer kennis, een intellectueel geloof? Dat heeft Satan nog meer. Daar redden we het niet mee. Maar het gaat bij God niet om kwantiteit. Hoeveel geloof wij hebben, maar om kwaliteit. U weet dat toen de discipelen aan Jezus vroegen, Heer, vermeerder ons geloof. Wat zei de Heer Jezus toen? Als u maar het geloof had als een mosterdzaadje. Dan zou je tegen deze berg zeggen, hef hem op. En werp hem in de zee. Dus het gaat niet om de kwantiteit van ons geloof, maar om de kwaliteit van ons geloof. Ik hoorde Sekpoenen zeggen, hij zegt, je kan een hele grote rots kan je onder de grond zetten, kan je zaaien, als het ware. En je kan 60, 100 jaar wachten, maar er gebeurt helemaal niks. Die rots, die hele grote rots, die blijft. Daar, onder de grond. Maar het is een heel klein zaadje. Wat gebeurt daar? Het groeit op. En het geeft wasdom. En Jezus zegt, het wordt als een boom. Het is zelfs ik heb gezien dat ze in Israël zulke grote mosterdstruiken hebben, of nogal hoger. Daar kunnen inderdaad de vogels in nestelen. Maar dat is het gevolg van dat ene zaadje geloof. Het gaat God om het geloof. En de kwaliteit van het geloof. Het gaat om leven. De demonen sidderen. Zij kennen de waarheid. Maar hen maakt de waarheid niet vrij. Je ziet het in Marcus 1. Als de Heer Jezus net, als het ware, ten tonele verschijnt. Dan zegt zo'n demon in de synagoge. Er was er in die synagoge een man met een onreine geest. En die schreeuwde, ga weg! Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons de gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. Overal waar Jezus kwam, daar zitten de demonen. Jezus komt eraan. Je ziet het ook in Matthäus 8, als hij daar bij de overgevaar is, bij de genezing van de bezetenen. En dan komen ze uit de grafspelonk hem tegemoet. En ze riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? De demonen geloven en zij sidderen. Zij, het ontbreekt hen aan geloofsgehoorzaamheid. Dat kan ook niet, want zij kunnen niet tot de waarheid komen. Jezus is niet voor de demonen gestorven. Jezus is op deze wereld gekomen om voor ons te sterven. En hij zegt dat geloof en gehoorzaamheid bij elkaar horen.
En daar is ook het woord geloofsgehoorzaamheid voor. Dat vinden we meerdere keren in het woord van God. Geloofsgehoorzaamheid. Dat is die munt met die twee kanten. Geloofsgehoorzaamheid. En de Bijbel benadrukt die beide zijdes. We lezen bijvoorbeeld in Efeze 2 vers 8 dat we uit genade zijn zalig geworden door het geloof. Maar we lezen in Hebreeën 5 vers 9 dat hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid is. Ziet u? In Efeze 2 is het door geloof en in Hebreeën 5 is het door gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid. We lezen in Galaten 3 vers 14 dat we de belofte van de geest ontvangen door het geloof. Maar we lezen in Handelingen 5 vers 32 dat de geest gegeven is aan allen die hem gehoorzaam zijn. Ziet u? Iedere keer die twee dingen. Geloofsgehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar. En dat zien we ook in Romeinen. Eigenlijk begint de brief van Romeinen met geloofsgehoorzaamheid en eindigt de brief van Romeinen met geloofsgehoorzaamheid. Kijk maar in Romeinen 1, vers 5. Dan zegt Paulus, door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Dus hij wil alle heidenen tot geloofsgehoorzaamheid gebracht worden. Nou, en daar eindigt hij de brief ook mee. In hoofdstuk 16. Gaat het over het geheimenis dat door de eeuwen heen verzwegen was. In vers 26. Maar dat nu geopenbaard is. En door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is. Overeenkomstig het bevel van de eeuwige God. Om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Nou, dat is nou precies wat Jacobus hier ook schrijft. In vers 20. Waar wilt u weten, o nietig of dwaas mens, dat het geloof zonder de werken dood is of nutteloos is? En dan gaat hij twee voorbeelden noemen. Over twee hele bekende mensen uit de geschiedenis. Vooral Abraham is natuurlijk bekend. Ook voor die man waar hij die denkbeeldige gesprek, dat een gesprek mee voert. Dat was een Jood, een Israëliet. Onze vader Abraham. En dan ook over Rahab, de hoer. Daar komen we straks op. Maar eerst het voorbeeld van Abraham. Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld. Die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Abraham onze vader. Abraham is niet alleen de vader van de Joden, maar ook onze vader. De vader van alle gelovigen. Dat lezen we ook in Galaten. Galaten 3 vers 29. Dat alle die van Christus zijn, Abrahams nageslacht zijn. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dus wij die in Christus zijn, daarvan is eigenlijk Abraham onze vader. Die wordt onze vader genoemd, de vader van alle gelovigen. Nou, we weten vanuit het onderwijs vanuit Romeinen, van Paulus, dat hij steeds de nadruk erop legt. Dat het enkel alleen door het geloof is en niet door werken. Is dat dan een tegenstelling? Is dat dan een tegenstelling tussen Paulus en tussen Jacobus, strijden ze tegen elkaar? Nee, ik geloof niet dat ze strijden tegen elkaar, maar dat ze strijden met de ruggen tegen elkaar voor dezelfde zaak, aan een andere kant. Paulus die strijdt ervoor dat we niet gerechtvaardigd worden uit onze eigen werken, maar enkel uit geloof. En dat maakt de drempel, dat haalt de drempel helemaal weg om bij de Heer Jezus te komen, om bij God de Vader te komen. Omdat het niet uit werken is, niet uit iets rechtvaardigs van ons. Maar we komen uit zijn genade. Dat is Paulus. Maar Jacobus die benadrukt dat als wij tot geloof gekomen zijn, dat er wel werken nodig zijn. Omdat het geloof in de Heer Jezus kennelijk niet goed is als het niet gevolgd wordt door werken van liefde,
van barmhartigheid en van geloofsgehoorzaamheid. Dus ze strijden voor dezelfde zaak, voor hetzelfde geloof, voor diezelfde geloofsgehoorzaamheid. En het bijzondere is, hij is uit de daden gerechtvaardigd, uit de werken gerechtvaardigd. Maar waar gaat het hier over in vers 21? Abraham, onze vader, is uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde. Nou, dat kan je nalezen in Genesis 22. Daar wordt Abraham geroepen door God om zijn zoon van de belofte, die belofte die hij geloofd had en die hij uiteindelijk ontvangen had op ruim 100-jarige leeftijd, dat hij die zoon moest gaan geven aan God, gaan teruggeven. Dat is die machtige geschiedenis. En dat hij daar zegt, en dat Isaac daar loopt en zegt, maar papa, waar is dan het lam voor het brandoffer? Want hij wist natuurlijk niet dat God tegen zijn vader gezegd had dat hij op het altaar moest. En dan zegt Abraham, God zelf zal het lam, de brandoffer, voorzien. Zo prachtig. Dat Abraham daar gelooft, dat God zelf in het lam zal voorzien. En dat gebeurt dan ook, hè? Dan zit die ram in de struiken. Maar dat wijst natuurlijk op de Heer Jezus Christus. De Zoon van God. Niet Abraham's Zoon. En Gods Zoon zal op het altaar gaan. Die zal geofferd worden voor de zonde van de hele wereld. Maar Jacobus zegt dat Abraham toen gerechtvaardigd werd. Nou, en in vers 23 lezen we dat de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd de vriend van God genoemd. Maar daar wordt een schriftwoord aangehaald vanuit Genesis 15, vers 6. Daar staat dat Abraham God geloofde en dat God het hem tot gerechtigheid heeft gerekend. Dat is vreemd eigenlijk, want Jacobus draait het hier dus eigenlijk om. Maar weet je wat zo mooi is? Er staat in vers 23, de schrift is vervuld, die zegt. En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dus daarin, in Genesis 15, daar was het geloof van Abraham. En in Genesis 22, daar is het geloof vervuld. Daar is dat schriftwoord vervuld. Dat hij geloofde in God en dat God het hem tot rechtvaardigheid gerekend heeft. Dus Jacobus die betrekt hier, onder leiding van de Heilige Geest, de daad van Abraham, dat hij echt zijn zoon overgaf in geloof aan God, betrekt hij ook aan bij dat het eerder over hem gezegd werd dat hij rechtvaardig was verklaard door het geloof. Dus het geloof is pas vervuld, is pas volmaakt geworden, staat in vers 22, toen hij het deed. Toen het werkte. Toen het geloof zichtbaar werd. Nou, en zo wil God ook in ons leven. Dat het geloof volmaakt wordt. Dat het werken zichtbaar worden. Dat die gehoorzaamheid zichtbaar wordt. En dan staat er, hij werd een vriend van God genoemd. Zo mooi. Dat staat ook in Johannes 15, vers 14. Daar zegt Jezus, in Johannes 15, vers 14, ik noem u mijn vrienden, omdat u doet wat ik u zeg. Als ik het juist citeer, ik zal het even opzoeken. Johannes 15, vers 14. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Dus wanneer werd Abraham een vriend van God genoemd? Toen hij God gehoorzaam was geweest. Toen hij God gehoorzaamde. Wanneer worden wij vrienden van de Heer Jezus genoemd? Als wij doen wat hij zegt. Als wij gehoorzaam. U ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Nou, dat is echt precies het tegenovergestelde van wat Paulus zegt. We hebben het er net over gehad in Romeinen 3. In Romeinen 3, vers 28 staat, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken. Maar dan staan we verder van de wet.
En dat is het verschil. Zonder werken van de wet worden wij gerechtvaardigd. Niemand kan de werken van de wet voltooien. Maar Jacobus heeft het over de werken van geloof. Over de werken van gehoorzaamheid. Ja, Paulus zegt ook in Romeinen 3 vers 20, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers de kennis van de zonde. Ook daar gaat het weer over de werken van de wet. Maar we hebben het hier over een andere wet. En daar komen we zo nog op, over de wet van de vrijheid. En die is totaal anders. Het gaat hier over de wet van het geloof. Nou, en dan noemt hij het volgende voorbeeld. In vers 25, Rachab, de hoer. Is die niet op dezelfde manier uit de werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Nou, die geschiedenis kennen wij uit Jozua 2. Heel mooi om dat te lezen, want daar zie je haar geloof. Zij zegt in Jozua 2 vers 8. Voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe op het dak en zei tegen de mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn voor angst voor u. En in vers 11, toen wij dat hoorden, smolt ons hart van weg van angst vanwege u, bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op aarde. Hoor je haar geloofsbelijdenis? En daarom zegt Hebreeën daarvan, in Hebreeën 11 vers 31, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. Maar Jacobus zegt dat zij is gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan, dat het uit de werken gerechtvaardigd is. Nou, ik vind het gewoon heel mooi. Dat allebei de dingen zijn waar. Ze is uit haar werken gerechtvaardigd, want uit haar werken sprak haar geloof. En ze is uit haar geloof gerechtvaardigd. Want zij stelde haar vertrouwen op God. Wat deed ze daar? Zij identificeerde zich met die verspieders. Zij identificeerde zich met het volk van God. Zij nam afstand van haar eigen volk. En ze zei, ik wil bij jullie volk horen. Ik wil bij die God van Israël horen. Want hij is God in de hemel en hij is God op de aarde. Dat is bekering. Dat is terugkeer. Dat is gaan naar hem. En zo werd zij gered. Zo werd zij gerechtvaardigd. En eigenlijk is dat een heel mooi beeld van het vlees. Jericho is eigenlijk het beeld van het vlees. Daar waar je jarenlang in geleefd hebt. In die werken van het vlees. In die manier van denken van het vlees. Daar neem je afstand van. Van heel dat vleeselijke leven. Het leven voor jezelf. Het leven voor je ik. Eigenlijk is dat een mooi beeld van het komen tot geloof. Dat je uit Jericho gaat. Dat je weggaat van jouw oude zelf. Dat je zegt, niet meer ik, maar Christus. En dat je je overgeeft aan hem. Dat je je vertrouwen stelt in de God van Israël. Ik wilde het nog hebben over de wet van de vrijheid. Want daar zijn we mee begonnen, in vers 12. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hen die geen barmhartigheid hebben bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Prachtige tekst trouwens, hè? Barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Waar was dat? Dat was aan het kruis. Daar triomfeerde de barmhartigheid van God over het oordeel. Want Jezus, God zelf, droeg onze straf. Barmhartigheid betekent dat wij niet krijgen wat we wel verdienen. Daar heeft Jezus gekregen, die volkomen onschuldig was, wat hij niet verdiende. Onze straf, onze schuld heeft hij gedragen.
daar aan Golgotha triomfeerde de barmhartigheid over het oordeel. En dat zegt van ons dat wij ook in ons leven dagelijks de barmhartigheid moeten laten triomferen over het oordeel. Want wij vallen nu niet meer onder die wet van de zonde en de dood, niet meer onder de wet van Mozes, maar onder de wet van de vrijheid. Die wet van het nieuwe verbond. Die wet van geest en leven. Die wetmatigheid. Dat is de wet van de vrijheid waar het hier over gaat. Daardoor zullen wij geoordeeld worden. Maar dat is een nog veel strenger oordeel. Dat is nog veel strenger dan die wet van Mozes. Dit gaat nog veel verder. Jezus zegt dat we elkaar moeten liefhebben zoals hij ons lief heeft gehad. Nou, dat gaat ons veel verder nog dan dat we elkaar moeten liefhebben als we onszelf liefhebben. Die wet van de vrijheid is ontzettend hoog. Maar tegelijkertijd is onze voorziening ook ontzettend groot. Onovertroffen groot. Alles overtreffende rijkdom van zijn genade is ons deelachtig geworden in Jezus Christus, onze Heer. Die wet van de vrijheid is niet een wet die ons opgelegd wordt, maar een wet die ons oplegt, omhoog heft. Zoals de wet van de thermiek bijvoorbeeld. Ons vrijmaakt van de wet van de zwaartekracht. Die wet van de geest en leven, zoals in Romeinen 8 staat. De wet van geest en de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Het tilt mij op boven die machten die ons naar beneden trekken. Ver boven alles uit. Daar waar God is. Die wet van de vrijheid. Zolang wij in die wet van de vrijheid blijven, en dan wil ik eigenlijk met jullie ook nog naar Jacobus 1, vers 25, op diezelfde bladzijde. En dan gaat het over die wet van de vrijheid. Eigenlijk is dat de conclusie, zeg maar, van vanmorgen. Jacobus 1, vers 25. Waar ik jullie mee wil bemoedigen. Want dat geloof en de werken, dat kan je een soort misschien naar beneden trekken of zo. Je denkt, ja, of naar jezelf te gaan kijken. Van, heb ik dan wel genoeg werken? Is mijn geloof dan wel echt? Maar het is niet onze bedoeling. Ook niet de bedoeling van Jacobus om ons naar beneden te laten trekken. Of om onszelf gekeerd te laten worden. Maar om te zien op hem. Op hem die alles heeft volbracht. Op hem die geloofsgehoorzaamheid heeft geleerd. Gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Niet voor zichzelf hoeft hij gehoorzaamheid te leren. Maar voor ons. Hij is voor ons geworden. Gehoorzaamheid, onder andere. Jacobus 1, vers 25. Maar misschien moeten we lezen vanaf vers 22. In de context. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij is geboren in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder is geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Dus hier ligt het geheim. Het zijn in die wet, het verdiepen in die wet. Dat betekent niet dat als een schriftgeleerde de schriften moeten gaan lezen en bijbelstudie moeten doen en alles met elkaar moeten gaan vergelijken. Dat verdiepen in de wet wordt niet bedoeld, maar het verdiepen in het woord van God betekent wel dat wij dagelijks met het woord van God bezig zijn. Dat wij die principes van het woord ons eigen maken. Dat we iedere keer als het woord tot ons komt zeggen, Heer, hoe kan dit in mijn leven werkelijkheid zijn? Ik wil u hierin gehoorzaam zijn. Want die volmaakte wet, die wet van die vrijheid, die bewerkt het geloof in ons. Als wij die heerlijkheden leren kennen van het nieuwe verbond, dat het niet meer is dat God van ons vraagt, gij zult, u moet dat doen, maar dat hij zegt,
Ik zal maken dat u in mijn inzettingen wandelt. Ik zal maken dat u mij, mijn wil doet. Zijn geest in ons. Die wetmatigheid. En het is echt zo. Als je dat God wil dat wij daar al in blijven. Hij zegt niet voor niks. Blijf in mij. En ik in u. Dan draagt u veel vrucht. Dus dat blijven in die... Zich in die volmaakte wet verdiepen, die van de vrijheid, en daarbij blijven, dat betekent in hem blijven. In de Heer Jezus Christus blijven. Want de Heer Jezus die zegt ook, tegen de Joden die in hem geloofden, hij zei, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. De wet van de vrijheid. De waarheid maakt vrij. Daarin moeten we ons verdiepen, daarin moeten we blijven. Dan zullen we daders zijn van het werk en zalig zijn in wat we doen. Dus het blijven in hem, het jezelf voeden met hem, zijn woorden tot je laten komen en ook in hem blijven heel de dag. Dat zorgt ervoor dat we niet zien, dat we niet horizontaal zien, maar dat we verticaal zien. Heel vaak, ik weet niet hoe jullie ervaring is, kan er een soort mist zijn, 2 meter boven de grond. En je zit maar te struggelen en de dingen moeilijk. Maar God zegt, richt uw oog op Jezus. Dwars boven die mist uit, zien op hem. Boven de wolken schijnt de zon. Wij moeten niet zien horizontaal. Wij moeten verticaal zien. Wij moeten zien op hem. Die wet van de vrijheid die tilt ons boven de mist uit. Het is horen en gehoorzamen. Die 2 dingen. Bij de wet van de vrijheid. En we zullen zalig zijn in wat we doen. Want, 2 Korinthe 3, vers 17, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dit is die geest van de wet van de geest, de wet van het leven. Wij moeten daar zijn waar Hij is. Daar is vrijheid, daar is leven. En horen en gehoorzamen, dat hoort, dat maakt het geloof dat volmaakt geworden is. Dat maakt volmaakt geloof. En dat is wat Jezus voor ons heeft bewerkt aan het kruis op Golgotha. Dat is wat Jezus in ons bewerkt door zijn Heilige Geest. En dat is hoe wij Gods vriend worden genoemd. Als wij doen wat Hij zegt. En dat is echt geloof. Dat is reddend geloof. Dat is inderdaad geloof dat ons zalig kan maken. Dat is geloof dat ons zalig maakt, dat ons redt. Maar niet alleen ons. Maar alle. God wil dat we door ons anderen gered worden. En dat kan alleen door het geloof. Alleen door het geloof zijn wij bruikbaar voor Hem. Alleen door het geloof kunnen we ons licht laten schijnen. En de anderen bij de Heer Jezus brengen. De anderen in contact brengen met dat hemelse licht. Halleluja. Amen.